Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij. Ja, we zitten nog altijd in de eindejaarsperiode, dus tradities. Dus ik ben nu bezig aan een Koterij kersttraditie, het drukken van kaartjes voor mijn Patreons. En dat gaan we dit jaar doen met zeefdrukken. Dus voilà, dit is mijn film, het ontwerp van mijn kaartje. Dit moet nu belicht worden in de dark room of de donkere kamer. Zo, de zeef is volledig belicht, ontwikkeld en nu in mijn zeefdrukding geschoven. Het zeefdrukding is aan de tafel bevestigd. En ik heb daarnet gezien dat het bij het ontwikkelen van de zeef toch niet 100% gelopen is zoals het hoort. Dat heeft te maken met, ten eerste, ik weet nog niet zoveel over zeefdruk, dus ik leer van alles bij. Ten tweede, ik denk dat het een beetje te koud en te vochtig is hier in mijn atelier om mijn zeef op een deftige manier te maken. Maar goed, ik ga leren leven met de foutjes, want een nieuwe zeef met emulsievullen laten drogen duurt alweer een dag extra en die tijd heb ik niet. Maar het past in het thema van de koterij, dus we leren leven met de foutjes en nu gaan we drukken. Oké, het drukken is een half succes geweest. Sommige zijn goed gelukt, andere zijn minder goed gelukt. Ja, wat is er fout gelopen? Zoals ik al zei, ik denk dat mijn emulsie niet goed uitgedroogd is. Ook de film die ik gebruikt heb was niet zo goed, want het is zo half... Als er mensen zijn die mij kunnen zeggen wat ik fout gedaan heb, laat het vooral hier onderaan in de commentaren weten. Ik vermoed dat mijn emulsie niet goed uitgedroogd is, waardoor... toen ik het aan het uitspoelen was na de belichting, kwam de emulsie ook al een stuk mee. Maar goed, een leerproces zoals alle dingen. Nu ga ik al deze kaartjes uitsnijden. En die zijn dus voor mijn Patreonnetjes, voor mijn Patreon-mensen. Nu, als je je afvraagt, Patreon, wat is dat? Wel, Patreon is een soort online systeem waarbij je artiesten kunt helpen, YouTubers of muzikanten of kunstenaars. En dan steunt je iedere maand een klein bedrag. Soms is dat $1, $2 enzovoort. Ik heb ondertussen 114 Patreons, 114 lieve mensen die mij maandelijks een klein beetje financieel steunen, waardoor de koterij niet ook nog naast het tijdverlies ook nog een groot financieel verlies wordt. Als je dat wilt doen, kijk eens, hieronder staat een link. Voel je vooral niet verplicht. Wat krijg je als Patreon? Vooral de eer dat je de koterij steunt. Want voor de rest krijg je van mij dus een... ieder jaar een kerstkaartje of een nieuwjaarskaartje in dit geval, want ik ben een beetje later dan vorig jaar. En wat krijg je nog? Dat is het eigenlijk. Ik geloof vooral in het systeem van... er zijn een aantal mensen, een kleine groep, in dit geval 114 mensen, die ervoor zorgen dat de 21.000 mensen die de koterij wekelijks volgen, dat kunnen volgen. Dus eigenlijk, dat is het systeem zoals vroeger in het jeugdhuis. Bij ons in het jeugdhuis was dat ook zo. De mensen met geld... trakteerden de mensen met geen geld. Want ja, als je als jonge gast van 16, 17 jaar een keer naar het jeugdhuis gaat met je zakgeld, bij ons in de tijd was dat vrij vroeg en vrij snel op. En dan moest je naar huis, maar er waren er de anciens van het jeugdhuis die zeiden, weet je wat, drink van mij een pintje en dan binnen een paar jaar, als jij ancien bent, trakteert dan de jonge snotneuzen die geen centen hebben. En dat is ook een beetje hoe dat ik de Patreons zie. De Patreons zorgen ervoor dat het voor iedereen bereikbaar is. Dus als je een van die lieve mensen wil zijn, kijk hieronder eens, er staat een link en bekijk eens wat dat is.
Echt, je hebt niet veel extra, dat moet ik erbij zijn. Een kerstkaartje, misschien een sticker, misschien een beetje korting op workshops, maar er zijn er weinig tegenwoordig. En af en toe een update. Ik geef wekelijks op maandag of op dinsdag een kleine update aan alle Patreons, zodat zij op voorhand weten waarover de koterij ongeveer zal gaan. Maar voilà. Dus als je dat wilt doen, fijn, daar steunt je mij heel hard mee. Als je dat niet wilt doen en iedere week gewoon naar de koterij wil kijken, dat kan ook, hè, mannetjes. Ah ja. En op elk kaartje komt nu nog een stempel met merci Patreonneke. En dat gaat dan allemaal op de post naar al mijn lieve Patreons. 114 gepersonaliseerde, ieder uniek, half mislukt kaartje. Speciaal voor al mijn Patreonnekes. Daar steek ik graag een beetje tijd in, want ja, die mensen betekenen heel veel voor mij. Voilà. Voor de rest rest er mij enkel nog om te zeggen, gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie veel nieuwjaarskaartjes krijgen. Misschien krijg je volgend jaar een nieuwjaarskaartje van mij. Dus check zeker eens die link hieronder. En als je dat niet wilt doen, dan blijven we even grote vrienden. En dan zien we elkaar volgend jaar. Geniet van de eindjaarsfeesten. Gelukkig nieuwjaar van mij alvast. Tot volgend jaar. En als je het leuk vond, duimpje natuurlijk. En abonneren. Maar ja, zoals ik vorige week gezegd heb, geniet vooral van uw familie en uw vrienden. Want ze zijn de enige die je hebt. Tot volgende week. Ah, mannetjes, wat. Hoeveel moet ik hier nog? Nog wel. Ja, oké. Okay. Een stuk of 100, denk ik.